Ik wou het al wel zeggen, hè. Klein vraagje van ja. CTV. Eindelijk terug voetbal, prognose. Ik hoop dat ze er met 1-0 vanaf gaan geraken. Ik hoop dat we gaan winnen met 1-3. 1-3, dat is een gewaagde prognose. Ja. Ja, ik hoop dat we gaan winnen, maar ik denk eigenlijk dat we gaan winnen. Come on! Ik denk 3-1, maar ik hoop dat het andersom is. Hoe durft een Antwerp supporter 3-1 zeggen? Ja, een slecht voorgevoel. What do you think it will be? 5-0. Ik denk, na die 1-1 hadden we de match onder controle. Dan krijgen we nog 1-2 goede kansen eigenlijk, waar we een beetje tegen zit. En als we dan scoren, komen we 1-2 voor. En nu komt die 2-1, 3-1, 4-1 direct achter elkaar en dan was de match gedaan. Ça fait mal de prendre 4 goals dans un match. Et c'est, je crois que c'est la première fois depuis le début de saison qu'on prend 4 goals. Et je suis vraiment déçu du résultat. Ik heb vandaag al kunnen zien dat Kavins en Radzinski toch wel een goede paar zijn. En zeker als je naar Kavins ziet, als je die de voorbije 2 jaar zag, dat is toch een groot verschil, denk ik. En natuurlijk, ja, bij ons het uitvallen van Vervaken, dat was ook een minpunt. Toen is de match ook een beetje veranderd. Toen was Tevig op middenveld een beetje kwijt. Maar oké, dat zijn allemaal excuses natuurlijk. Maar we moeten toegeven dat Lierse een goede ploeg is. Bon, maintenant, il faudrait aussi que les résultats suivent. Je suis pas le seul joueur de l'équipe. Bon, maintenant, j'ai la chance de marquer. C'est tant mieux pour moi. Mais bon, comme je dis toujours, pour nous, c'est le plus important, c'est de prendre des points. Et j'espère qu'on le fera dans le prochain match.